Ik gefeliciteerd. De elfde overwinning van het seizoen in 12 wedstrijden. Pas deze een rijtje van die andere tien? Allereerst dankjewel. Uh, nee, duidelijk niet. Uh, ik denk dat de wedstrijd uh, net als het weer was, gewoon uh, heel slecht. Ja. Um, de eerste helft zie je eigenlijk wat de bedoeling is van IJsselmeervogels. Heel veel strijd, ballen snel naar voren, opportunistisch. Hoe kun je daar tegen wapenen? Nou ja goed. Uh, we... Hoe hun dat speelden is natuurlijk voor ons goed. De meeste ballen kwamen niet echt aan of gingen achter. Ik denk dat wij gewoon veel te langzaam daarna of bijvoorbeeld een doeltrap nemen of willen opbouwen. Hun zetten een beetje half-half druk. Normaal spelen we ons daar heel goed tussendoor of kunnen we ons eronder voetballen. Nou ja, dat zat er niet in. Daardoor hadden we gekozen of we uiteindelijk ook in de groep voor snelle lange bal. Vanuit de tweede bal spelen. Maar ja, dat zat er gewoon niet in. En ja. We hebben in de rust uh, het nodige gezegd en geprobeerd. En uh, uiteindelijk zie je bij vlagen dat we redelijk tot goed weer speelden. Maar ook fases dat het gewoon uh, niet goed was. Je zei vooraf, wat natuurlijk wel belangrijk is. als je bovenaan staat en heel goed speelt. en veel punten haalt en goede resultaten hebt. dat je al de scherpte vast blijft houden. Want verslapping kan op een gegeven moment leiden tot een wedstrijd waarin het misgaat. Hoe dichtbij was dat moment vandaag? Nou, ja, goed. Uh, ik denk niet zozeer dat het uh, de scherpte was. Ik denk dat we echt gewoon. Uh, ja, met z'n allen onder de maat speelden en dat het eigenlijk niet zozeer zin met de scherp had te maken. Ik denk dat iedereen wel heel graag wilde en dat ook wel deed. Maar ja, het was meer in balbezit, onzorgvuldig. Uiteindelijk denk ik wel dat we heel scherp zijn in die kans die we krijgen en dat, dat die er dan weer in zit met Marciano. Is dit zo'n wedstrijd gewoon die er af en toe nou eenmaal tussen zit? Nou ja, zeker. En dan hoop je dat je hem wint en dat hebben we gedaan. Dat is misschien ook de ploeg met het vertrouwen, de ploeg die goed draait, dat je dan zo'n wedstrijd naar je toe trekt in de slotfase. Ja, goed, nou, uiteindelijk is het een cadeautje en uh, wij straffen hem af en we, en we winnen. Uh, maar goed, uh, ik denk dat, we, dat het ook zaak is dat we ons elke week uh, meer en meer moeten gaan wapenen tegen ploegen die tegen ons misschien hun beste wedstrijd gaan spelen. En uh, nou, dat was misschien vandaag zo. Uh, volgens zat al langere tijd uh, in een wak, laten we het daarop houden, het seizoen heel goed begonnen. Uh, en uh, vandaag uh, hebben ze geprobeerd om eruit te komen, uh, maar goed, ze verliezen denk ik nu weer voor de vierde of vijfde keer op rij, denk ik. Vijfde keer op rij, inderdaad. Uh, jullie kunnen zo langzaam nou ja, met potlood het woord kampioenschap kon je al schrijven. Nu mag je het met een klein dun pennetje al gaan schrijven, denk ik. Mits je de boel scherp houdt, hoe groter de voorsprong, hoe moeilijker het is, denk ik, om een ploeg scherp te houden. Nou ja, goed. Uh, ik heb hier ook verhalen gehoord over uh, dat ze met de winst op 12 punten voor stonden van mijn. Uh, uh, toen uh, oude, oude teammanager die nu uh, dan weg is. Uh, en dat het na de op helemaal niks meer was. En dat ze alles weggaven en vierde werden. Dus ja, dat zijn misschien mooie voorbeelden om uh, te nemen. Maar kijk, ik denk, uh, wat we al vanaf het begin doen dat we hier zijn. En dat ik hier ben als trainer met de staf ben gekomen. Is van we kijken het per week. En we, uh, per week zijn we kritisch op de ploeg. Zijn we positief op de ploeg. En uh, als het per week goed gaat. Dan blijf je punten pakken. En blijven we bovenin staan.